De vergadering van de Nationale Assemblee, die voor 11 uur vanmorgen was uitgeschreven, heeft geen voortgang gehad vanwege een gebrek aan quorum. De bijeenkomst kon geen status krijgen van een vergadering, omdat de minimale bezetting van 26 leden niet was bereikt. Slechts 21 leden hebben de presentielijst getekend. Vicevoorzitter van DNA, Deo Sharman, liet de griffier de namen opnoemen van zij die wel aanwezig waren voor de vergadering. Ja, de leden Sharman, Ramdin, Murtabat, Jekanapé, Matsale, Wang, Van Samson, Sluisdom, Waki, Ramsukul, Aluma, Kudemusu, Jakari, Afian Koy, Moab Ali, Kario Menawi, Karto, Gayadin, Debi, Mangre en Huur. Dank u wel, griffier. Dat waren de leden die wel aanwezig zijn in deze vergadering. En onder dankzegging van u besluit ik dan deze bijeenkomst. Op agenda stond de behandeling van de wijziging van het wetboek van strafrecht, de wijziging van de wet ter voorkoming en bestrijding van money laundering en terrorismefinanciering en intrekking van de wet strafbaarstelling money laundering. Deze wetsvoorstellen zijn van Rajender Kumar Debi en Ramon Kudemusu.